Ruim 3 jaar geleden startte Elise van Wonderen de webshop Mode Must-Haves. Een online winkel die betaalbare mode voor vrouwen tussen de 15 en 25 verkoopt. Onlangs openden ze tijdelijk een winkel in een pop-up store. Het was een groot succes. Mode Must-Haves is een webshop voor meiden van 16 tot 25 jaar ongeveer. Daar richten we ons op en we verkopen alleen maar uitgesproken must-haves, dus items in de mode die je moet hebben. En ons doel daarmee is eigenlijk om die meiden te inspireren om zichzelf te durven zijn. Dus om te laten zien wie ze zijn en hun identiteit op die manier naar buiten te brengen door onze must-haves. En een belangrijk aspect daarvan is dat de must-haves heel betaalbaar zijn voor die doelgroep. Praten we dan over een winkel, een webshop? Nee, het is inderdaad een online winkel. Dus wij kopen echt must-haves van over de hele wereld in. Die hebben we zelf in voorraad en die verkopen we via het web aan onze klanten. Maar jullie hebben ook een winkel, heb ik gezien. We hebben begin het jaar een pop-up store gedaan. Dat was voor 3 dagen. Het was eigenlijk om een leuk evenement natuurlijk te organiseren, maar ook om in contact te komen met onze klanten. De klanten te ontmoeten en hun ook kennis laten maken met de kleding en met de meiden. En uiteindelijk is dat gelukkig ook heel erg goed gegaan. Er kwamen meiden vanuit België, Groningen, Zeeland, alle hoeken en gaten. Dus uiteindelijk hebben we denk ik meer dan 2000 meiden in de winkel gehad in 3 dagen tijd. En het was niet een hele grote winkel, dus dat was heel gezellig. Dit is normaal een webshop, mode must-haves, superleuk. Ik vind altijd van alles via Facebook ook. En nu zag ik toevallig op Facebook dat ze ook een pop-up store hadden geopend in Amsterdam. Dus vandaar. Heb je nog iets gekocht? Nou, nog niks. Maar ik moet nog passen een jas, schoenen, shirtje. En het is gewoon heel leuk. Want normaal kun je de kleren natuurlijk niet in het echt zien. En het is nu wel leuk dat je ook dingen echt kunt zien en bekijken. En materiaal, dat soort dingen. Een ongelooflijk succes. Ja, het was wel boven verwachting goed gegaan. We hadden inderdaad wel verwacht dat er veel meiden zouden komen. We hadden ook veel leuke reacties op social media. Maar dan moet je altijd maar afwachten of ze ook echt komen. En of ze dus ook in een rij gaan staan die was gevormd voor de deur. Dat hadden we echt allemaal niet durven dromen eigenlijk. Meiden stonden echt 2-3 uur in de rij in de regen om naar binnen te komen. En iedereen was nog steeds vrolijk toen ze binnenkwamen en gingen nog vrolijker weg eigenlijk. En hoe heb je dan die actie aangestuurd? Via Facebook, Instagram? Ja, we hebben het evenement zeg maar gedeeld op onze social media kanalen. Dus op Facebook, Twitter, Instagram en via de nieuwsbrief. En daar hebben we eigenlijk alle meiden mee bereikt. En we hebben ook een persbericht uitgestuurd naar de bladen. En die hebben het ook geplaatst en op hun website, maar ook in hun blad. En was het de eerste keer dat je zo'n actie deden? Ja, was de eerste keer. Dus dat smaakt naar meer? Ja, zeker weten. Ja. Ik denk wel dat we het gaan herhalen. We moeten nog even kijken wanneer en hoe precies. We hebben natuurlijk veel geleerd van de vorige keer en we zouden veel dingen wel hetzelfde doen, maar ook zeker wel wat dingen anders. Nu werden we door de politie toch wel vriendelijk doordringend verzocht om dranghekken neer te zetten, omdat het zo op een gegeven moment uit de hand liep, zeg maar, op de stoep. Het was zo druk. Ik bedoel, het was geen rarigheid, maar het was wel echt enorm druk. En de winkels hadden daar ook wel last van eromheen. Er stond wel een rij van, denk ik wel, 200 meter op een gegeven moment. Dus daar zijn dranghekken voor gekomen. Dat zijn maatregelen die we wel voor de volgende keer zullen treffen. Ik volg Mode Must-Haves al heel lang, vanaf het begin eigenlijk al. Dus het leek me nu wel leuk om te komen. Ik heb er in de rij gestaan voor een jasje. Dingetjes. Wel de moeite waard. Ja, zeker. En even, die pop-up marktbranche, hoe vind je een winkel? Zijn er websites voor? Ja, het werkt op verschillende manieren eigenlijk. Er zijn momenteel ook echt pop-up makelaars die echt bemiddelen tussen leegstaande panden en de klant die een pop-up winkel wil. Er zijn ook vaste locaties. Wij hebben het vorige keer gedaan op de Haarlemmerdijk in One Day Shop. Het is ons heel goed bevallen en dat is echt een vaste winkel die daar ook bijvoorbeeld klanten heeft gehad als HEMA. HEMA mag daar niet een filiaal openen omdat het echt een grote keten is. En Haarlemmerdijk die wil die keten zeg maar niet. Op de Ethos en de Albert Heijn geloof ik. En dat zijn eigenlijk de vaste winkels. Maar wij zitten ook te kijken naar leegstaande panden of gewoon een locatie of een pand wat ons heel erg aanspreekt. Ook dat is een heel belangrijk onderdeel.
En hoeveel betaal je dan voor zo'n pop-up store? Nou, het hangt heel erg van af. Kijk, soms kun je bijvoorbeeld ook iemand zelf benaderen. Je ziet een heel gaaf winkelpand te huur staan of te kopen. En je zegt, joh, het staat nu al een tijdje leeg. Kan ik daar even in? Dan kun je, heb je natuurlijk zelf ook erg de touwtjes in handen natuurlijk. En dan hangt het ook af van wat diegene wil. Ik moet zeggen dat ik het lastig vind om daar echt een prijs voor te zeggen. Maar ik denk dat het heel erg afhangt van de manier waarop de samenwerking tot stand komt. Kijk, als er een pop-up store al is die echt vaker de winkel verhuurt als pop-up store of alleen maar, dan zijn er natuurlijk gewoon vaste prijzen waar misschien wat kan onderhandelen. Maar daar zijn dan vaste prijzen voor. En ik moet zeggen dat hangt er ook vanaf of je een maand doet of een paar dagen. Ja. Maar je moet denken voor een weekend aan een, ik denk gemiddeld paar honderd euro. Serieus, zo weinig? Ja. Hebben ze dan nog voorwaarden? Of jullie zijn natuurlijk redelijk gesetteld, maar... Ja, daar hebben ze eigenlijk niet echt naar gekeken volgens mij. En ik denk ook niet dat zij van tevoren hadden verwacht dat er zoveel meiden zouden langskomen. Nee. Maar ja, in principe kijken ze daar niet naar. Het gaat erom dat je het netjes weer achterlaat. En dan maakt het eigenlijk misschien niet zoveel uit wie er zit of wat diegene daar doet. De t-shirtjes, nou die lagen gisteren in de hoek, helemaal links. Maar als mensen binnenkomen zien ze dat niet direct. Dus we hebben ze nu naar het midden verplaatst. Als je binnenkomt, kijk je er gelijk tegenaan, op ooghoogte. We hebben hem allemaal aangetrokken, dus ik denk dat het nu wat harder gaat. Oké, dus je hebt daar in een weekend voor een paar honderd euro op een A-locatie. Ja. Ja, nou ja, A. Dus de Kalver staat natuurlijk A, dit is natuurlijk wel iets meer... Het is wel dicht bij het station. Nee, het was een super locatie, maar het is niet dat het daar storm loopt van zichzelf. Wij hebben niet heel erg van de aanloop moeten hebben op de Haarlemmerdijk, nee. Moet ik eerlijk zeggen. Gelukkig kwamen de meiden echt heel gericht voor onze winkel, maar ja, in een Kalverstraat zou dat heel anders zijn. Daar heb je zoveel winkelend publiek in het weekend. Ja. En in de Haarlemmerdijk zijn er natuurlijk ook, is er ook best wat winkelend publiek, maar dat is wel een stuk minder dan op een drukke straat als de... Bijvoorbeeld de Kalverstraat. Ja, nou super voor je service, ja, dankjewel. Oké, wat was nou aan de hand met Pin? Het was zo druk dat de Pin het niet deed. Dus dat er zoveel, er was een soort van storing. En toen hebben we nog een Pin erbij en die ging het toen ook af en toe niet doen. En nu moest er een hele nieuwe Pin komen. En dan konden mensen toen betalen toen de Pin niet deed? Nou, hij deed af en toe. Dus de ene keer wel en de andere keer niet. Dus, niet handig als het druk is. Nee, wat ik al zei, als het niet zo druk is, dan is het niet zo erg als hij het af en toe niet doet. Maar bij ons kon het gewoon niet, niet dat hij het niet deed. Dat is gewoon geen optie. Dus nu twee Pins. Ben je de eigenaar van Mode Must Have? Ja, klopt. Ik ben het 3 jaar geleden inmiddels begonnen. Ik had een idee. Ik werkte samen met mijn zus bij Le Fashion News, een online magazine. En daar deed ik onder andere de sales voor webshops. Of aan webshops eigenlijk. En ik had heel veel contact met webshops. En ik had echt het idee van, superleuk wat jullie allemaal doen. En er zijn heel veel hele gave webshops in Nederland. Maar ik dacht wel van, volgens mij mist er nog wel echt iets. En toen is ook het idee begonnen om Mode Must Have te... op te richten eigenlijk. En ik vond voornamelijk de prijs. Wij wilden echt betaalbare items. Heel laagdrempelig, een overzichtelijke webshop. Een leuke manier van contact met de klanten. En dat zijn allemaal dingen die ik wel miste bij de webshops die ik sprak. Waarvan ik het idee dat het beter kon. Ik had op een gegeven moment de naam Mode Must Have. Ik dacht, dit gaat het worden. Ik had het natuurlijk niet zomaar, maar ik heb goed over nagedacht en heel veel URL's gecheckt. Veel was al bezet en op een gegeven moment Mode Must Have. En toen ik die naam had, .nl en .com, ik sprong een gat in de lucht. En ik heb het meteen vastgelegd en eigenlijk van idee tot online duurde 6 weken. En dat is nu 3 jaar geleden. Nu zit je dus met 10 meiden? Klopt. We zitten momenteel met, moet ik altijd even nadenken. Op dit moment met 10 meiden. Volgende week begint er een nieuw meisje. Ze zijn met 11. Omdat de stageperiode afloopt, wisselt dat een beetje. Maar we hebben op dit moment 7 meiden vast in dienst. En daarbij hebben we een distributiecentrum waar nog tientallen mensen elke dag werken om de pakketjes in te pakken en de voorraad te beheren. En wat is de rolverdeling van je medewerkers? Momenteel op het hoofdkantoor zit voornamelijk klantenservice, PR, inkoop, vormgeving, allemaal dat zijn echt de in-house dingen, zeg maar. En extern hebben we nog allerlei partijen waar we mee samenwerken, zoals echt het webbouwen, het ontwikkelen, de servermaatschappij, de financiële afdeling, zeg maar. Dat heel veel besteden we eigenlijk, of besteed ik uit. De inkoop, natuurlijk superbelangrijk. Waar haal jij je spullen vandaan?
Het zijn natuurlijk fantastische producten, mooie producten voor een lage prijs. Hoe doe je dat? Toen ik begon had ik eigenlijk helemaal geen contacten. Ik ging daar heel blanco in. Zoals ik vertelde werkte ik bij Isle of Fashion News, dus daar had ik geen ervaring met inkoop. Ik heb eigenlijk alles gewoon, alle leveranciers die ik momenteel heb, gevonden door heel goed te zoeken, met iedereen te kletsen, te netwerken en inmiddels kopen we in van landen over de hele wereld. Dus elk werelddeel hebben we zeker wel een keer gehad qua inkoop. En dat betekent niet dat je erheen moet. We doen heel veel ook via internet, via foto's, via samples. En op die manier vinden we altijd wel de items die we willen hebben. Ja, eigenlijk wat wij doen, we verkopen niet heel veel merken. Ik denk ook dat daar een enorm aanbod in is online momenteel. En ook op het moment dat ik begon. Ik heb eigenlijk altijd ervoor gekozen om of 1 à 2 items, tot hooguit 5 items te kiezen van een bepaald merk. Maar niet om hele collecties zeg maar te verkopen. En op dit moment komt er eigenlijk op neer dat we geen grote merken verkopen. Alleen beginnende merken, dat vinden we vooral heel erg leuk, want nog niet bekend is. Ik denk dat je voor de bekende merken genoeg andere webshops weet om te shoppen. En ik denk ook dat zij daar heel goed in zijn. En ik wil juist de kleine, onbekende merken of producten sourcen en die verkopen. Welke site vind je nou een voorbeeld? Ik denk dat een van de eerste webshops waar ik wel van onder indruk was, voordat ik dus ook echt überhaupt bezig was met mijn eigen webshop, is bijvoorbeeld L'Adresse. Dat is een hele leuke vrouw, Simone, ten eerste. En ik vind het heel erg een goed concept. Zij verkoopt alleen maar jurkjes, wat de naam ook zegt, L'Adresse. Heel mooie jurkjes, heel goede kwaliteit, wel wat hogere segment daardoor. Alles klopt gewoon. Het hele gevoel dat je ervan krijgt, de pakketjes hoe het ingepakt wordt, het kantoor, de meiden die er werken. Het is gewoon een heel totaal pakketje wat voor mijn gevoel klopt. Ook de evenementen, het in de puntjes verzorgd en alles klopt. Dat vind ik heel erg leuk om te zien. Je weet veel van kleding. Heb je het Amfi gedaan? Ja, klopt. Ik heb modeacademie gedaan, fashion and management. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb er wel natuurlijk veel aan gehad, maar ik heb voornamelijk veel geleerd van de stages. Klinkt een beetje stom, maar dat is eerlijk gezegd wel hoe het is, want toen was het nog helemaal niet gericht op online. En ik heb natuurlijk nu een online bedrijf. Er was nog geen social media, er was wel social media, maar nog niet in die zin. Misschien Hives en omgeven met Facebook. Ja, ik ben nog heel oud. Nee. Even kijken, ik ben in, goede vraag, 2009 voor mij afgestudeerd. Ja. Hoe oud ben je? 27, ja. En daar heb je stage gelopen? Ik heb stage gelopen bij onder andere Fris & Company. Was toen een heel gaaf tassenmerk, vond ik. Uit Denemarken met de kronen, bukkel waren echt enorm populaire tassen. En ik heb daar heel erg geleerd hoe het gaat op een agentschap, hoe de winkels inkopen, wat daar belangrijk is. Dat soort dingen. En ik heb ook stage gelopen bij Ilja Visser. Een heel getalenteerde modeontwerpster. En daar heb ik enorm veel geleerd over organisatie en ook over het bedrijfsleven. Hoe zij haar bedrijf heeft opgericht. Dus ook in de periode dat ik er was, was denk ik 8 maanden, is er enorm veel gebeurd en veranderd. Daar heb ik heel veel van geleerd. En ook veel kunnen bijdragen. Zij deed toen de opening van Fashion Week en toen heb ik geholpen om de show te organiseren. De openingssoiree. En waren 3 shows van haar met 45 modellen. En ik heb daar aan mee mogen werken. Dat was een hele leuke ervaring en heel leerzaam. Als je nou kijkt naar jouw talentenpakket, wat is jouw grootste talent? Eigenlijk bedoel je dan denk ik waarom modemisters dan ook zo is, waarom het is. Ja, of gewoon sowieso, wat is mijn talent? Wat is jouw kracht? Ik denk, doorzetten. Gewoon ergens in vastbijten en nooit meer loslaten en gewoon gaan voor wat je voor ogen hebt. Ik heb vanaf het begin met modemisters ook een heel duidelijk doel gehad. En daar ga ik gewoon recht op af. En inmiddels gelukkig met een heel team achter mij. En ik ben heel eerlijk gezegd trots waar ik nu ben, maar ik ben nog lang niet waar ik wil zijn. En we gaan daar met z'n allen, zijn we er elke dag hard mee bezig om dat te bereiken. Facebook, is dat nog wel een beetje voor jouw doelgroep? Eigenlijk doe ik een beetje voor oude mensen. Ja, dat is eigenlijk de nieuwe Hives. Maar met Hives was het ook zo. Op een gegeven moment ging dat steeds meer naar de huismoeders.
Facebook is voor ons nog wel belangrijk. Ik vind het zelf ook nog steeds een leuk medium. Maar wat voor ons veel belangrijker is, is bijvoorbeeld Instagram. Het is gewoon veel sneller, meer beeld. En wat eigenlijk commercieel gezien daar interessant aan is, is dat het op chronologische volgorde is. En op Facebook is het eigenlijk allemaal door elkaar natuurlijk. Dat zie je waarschijnlijk zelf ook als je op je Facebook-tijdlijn kijkt. En je komt vaak niet eens in beeld als je daar niet voor betaalt. Dus wij hebben nu over de 100.000 likes op Facebook, volgers. Maar ja, de vraag is altijd maar hoeveel mensen het zien als je daar niet wat geld tegenaan gooit. Dus dat vind ik... Ja, er minder aan. Maar op Instagram bijvoorbeeld weer kun je niet doorklikken. Daar zit nog geen link in en je kan daar niet op adverteren. Ik ben niet zo van het adverteren, dus dat vind ik niet erg. Maar op het moment dat je wel kunt adverteren, dan kun je dus ook op de foto klikken en dus in één keer op de site terechtkomen. Nu is dat niet zo, maar dat maakt het ook wel weer bijzonder, vind ik. En Pinterest, wat vind je daarvan? Ja, ik denk dat het eerlijk gezegd ook wel is voor de iets oudere doelgroep. Niet de hele jonge meiden. Wij merken dus, ja, wij zijn er zelf niet mega actief op. We plaatsen dagelijks dingen, maar ja, dat, ik denk ook eerlijk gezegd dat het komt. Het is natuurlijk mijn bedrijf. Dingen die ik leuk vind, die vind ik belangrijk. Die draag ik ook over aan mijn meiden. En Pinterest is iets wat ik zelf ook minder leuk vind. En ik denk ook dat we daarom minder gebruiken. Maar natuurlijk is het een heel belangrijk medium en zet het wel in. En even nog over je doelgroep. Wie is jouw doelgroep? Wie is jullie doelgroep? Onze doelgroep is eigenlijk heel breed. Maar het is natuurlijk niet handig om te zeggen, of ja, niet handig om je te richten op meiden van 15 tot 55. Maar dat is eigenlijk wel... Ja, het zijn wel de dames en de meiden die bij ons... Ja, het zijn wel de meiden die ook bij ons kopen. Ik heb een hele leuke en lieve klant, Marie Elsbeth heet zij. Die zit altijd op Facebook te reageren en die koopt ook hartstikke veel. En dat is niet een jonge meid van 15 meer. Die koopt ook bij ons. Maar in principe richten wij ons ook... De uitingen richten we wel op jonge meiden van 15 tot 25. Het gaat natuurlijk heel slecht met retail in Nederland. Ja. Wat doen winkeliers fout? Ja, ik vind het lastig om daar echt op aan te spreken. Maar als ik zelf, als ik hun zou zijn, zou ik dingen wel inderdaad anders aanpakken. Ik denk dat het heel belangrijk is dat je social media inzet. Ook al denken mensen dat ze geen boeiend leven hebben of geen boeiende genoeg dagelijkse dingen zeg maar, die ze kunnen plaatsen, denk ik toch dat ze moeten inzetten. Mensen zitten continu op hun telefoon en moeten gewoon herinnerd worden aan het feit dat jij daar zit. Dat ze moeten langskomen, dat je speciale acties hebt. Ik vind dat daar, eerlijk gezegd, winkeliers wel heel veel steken laten vallen. En denk ook, ja, veel winkeliers kopen natuurlijk collecties in, en dat is ook online eerlijk gezegd, ver van tevoren. Ik zelf zit veel dichter op de markt, waardoor je meer kan inspelen op trends, op onverwachte grote trends of gebeurtenissen die plaatsvinden. Daar kun je nu heel snel op inspelen. Als je vorige zomer inkoopt voor deze zomer, dan weet jij misschien nog niet dat ananassen hot zijn of dat Lady Gaga een banaan op haar hoofd had en daarom iedereen daar een ketting van wil. Ik zeg maar wat. Dat, kan je dat veranderen als winkelier? Je zit toch een beetje in het systeem van aanbod ook toe. Ja, zeker. Maar ik denk dat er genoeg aanbod is die wat niet zo ver vooruit werkt. En ik wil niet zeggen dat dat collectie inkopen niet goed is. Maar ik zelf heb daar altijd meer moeite mee gehad om zo ver vooruit te plannen, ook met budgetten. Ik denk dat daardoor winkeliers ook heel erg in de problemen zijn gekomen. Dat ze bepaalde budgetten hadden, bepaalde verwachtingen. Ze kopen het in en het ging toch veel minder dan verwacht. Ze krijgen wel al die handel en ze moeten het allemaal betalen. En ik denk dat daar heel erg de problemen ook zijn ontstaan voor veel winkeliers. Ook wat ik heb gehoord. Je noemt Suit Supply als een inspirerend bedrijf. Heb je nog andere bedrijven? Zeker. Er zijn verschillende bedrijven die ik... volgen die me inspireren. Ik ben gek op concept stores, zoals Merci en Colette in Parijs bijvoorbeeld, maar ook in Amsterdam heb je Hutspot. Vind ik super leuk om te kijken. Het hoeft niet eens te zijn dat ik er iets koop, maar ik vind het heel erg leuk om daar mijn inspiratie op te doen. Ik kijk niet heel erg om me heen en ik kopieer dat. Ik kijk heel erg naar oké, wat wil ik neerzetten en daar richt ik me op. En dat is waar ik me voornamelijk mee bezig hou. Het is zelfs zo dat ik soms wel eens meer om me heen zou moeten kijken van wat doet iedereen eigenlijk? Vooral de eerste 3 jaar leefde ik echt bijna onder een steen, de eerste 2 jaar onder een steen. Zo hard werken en alleen maar bezig met pakketten inpakken, meiden aannemen en klantenservice, van inkoop, van alles. Dus dan heb ik daar niet eens zoveel tijd voor gehad.
je zit nu met Modemus en best wel op een rijdende trein. Dat begin, hoe zorg je dat je die meiden bereikt? Ja, dat is dat vraagt iedereen altijd van hoe begint dat dan? Ja, wat ik eerder aangaf, social media is een tool die ik heel leuk vind. Waar je heel veel mee kan bereiken, ook zonder daar enorme budgetten tegen aan te klappen. Ik heb tot voor kort nooit geadverteerd. Ik probeer nu wel eens te kijken wat het dan doet. Waar adverteer je dan bijvoorbeeld even? Op Facebook heb ik wel eens geprobeerd hoe dat dan gaat. Maar ja, ik geloof zelf heel erg in dat mensen je echt willen liken. En niet dat jij ze dwingt om je te liken of om te kopen, zeg maar. Dus ja, in het begin heb ik social media ingezet en heb ik sneak previews geplaatst van items die we gingen verkopen. En ik kan nog niet gezegd wat we waren, er was alleen maar een naam, Mode Must Have, er was nog geen site. Dus dat was heel open of het een winkel, een magazine, een shop werd, wat dan ook. Ja, daar werden mensen wel door getriggerd, gingen ze delen, gingen ze liken en gingen ze raden wat het was. Het waren foto's van heel dichtbij, bijvoorbeeld van een bikini, van Bikini Pizza. En dan zag je al die steentjes van dichtbij en dan gingen mensen het raden van, oh ja, het is toch al bikinis, wat gaat het dan verder doen? En op die manier heb ik eigenlijk in de 6 weken dat ik de webshop heb laten bouwen en alles heb opgezet. Tot het moment dat ik online ging, zeg maar, had ik denk 1.500 volgers op Facebook en Twitter bij elkaar. Volgens mij was Twitter toen nog groter en daarna heeft Facebook snelle inhaalslag gemaakt. Maar dat heeft wel heel erg geholpen. Hoeveel heb je in geïnvesteerd? Wat was je startkapitaal? Voornamelijk veel tijd. verder heb ik geen investeerder gehad of iemand die daar geld in heeft gestopt. Ik heb zelf met mijn spaargeld eigenlijk, een bescheiden budget was dat, van een paar duizend euro heb ik een shop laten bouwen, alles ingekocht. Ik heb de foto's gemaakt, die maakte ik toen zelf. Ik ben zelf de fotostudio in gegaan, ik heb zelf gefotoshopt. En ik geloof niet erin dat je heel veel geld uit gaat geven vooraf. Dure auto gaat rijden, mensen aangenemen, duur kantoor en al die dingen. Ik ben gewoon simpel begonnen. Een klein bureautje, een keukenkastje met wat voorraad en wat doosjes om het in te pakken. En ja, ik heb een mooie shop laten bouwen waar ik achter stond. Zodat het aan de voorkant natuurlijk wel groter uitzag. Maar aan de achterkant kwam het erop neer dat ik daar in mijn eentje eigenlijk alles tegelijk deed. En daar had je niet heel veel geld voor nodig. Hoeveel uur in de week werk je? Gelukkig nu wat minder. Veel minder dan voorheen. Ik denk dat ik de eerste 2 jaar elke uur dat mijn ogen open waren heb gewerkt. Echt altijd was ik aan het werk. Als ik ergens moest zijn omdat het een familiegelegenheid was of een verjaardag waar je toch al bij wilde zijn, was ik alsnog aan het werk. Zat ik alsnog te mailen en alles in de gaten te houden. En dat ging echt non-stop door. Tegenwoordig heb ik gelukkig een team van meiden hier op kantoor en bij ons distributiecentrum die mij daarin ondersteunen, waardoor ik minder werk. Ik zou het niet de uren kunnen noemen, maar wel minder dan voorheen, maar niet 40 uur, wel meer. Stel dat je dit niet zou doen, hè? Wat is mode het belangrijkste in je leven? Ik vind mode onwijs leuk en tot voor kort, als ik toen een klein meisje was, was dat echt wel iets wat ik, waar ik voor leefde bij wijze van. Ik vond het heerlijk om te shoppen en met kleding bezig te zijn, met meiden te tutten. Maar ik ben er wel achter gekomen dat ik vooral het ondernemen het allerleukst vind. Dus echt van niets iets te maken en je eigen wereld zeg maar daarin creëren. Dat is waar ik het meeste passie voor heb. Dus het zouden ook autobanden kunnen zijn? Autobanden vind ik wat moeilijker, maar daar heb je natuurlijk minder gevoel voor dan voor mode. Maar ik merk ook als ik met iemand praat die in wijn handelt of daarin zit, dat ik dan ook zeg, je moet het zo aanpakken. Ik vind het altijd gewoon heel erg leuk om mensen te adviseren en er een succes van te maken. En mensen hun droom werkelijkheid te maken. Het zou ook heel goed kunnen zijn dat ik mensen daarin zou gaan begeleiden.